voor heel Nederland geldt, blijf zoveel mogelijk thuis. Maar ja, hoe kom je de dag door? Wij zijn nieuwsgierig en kloppen daarom aan op een locatie van Philadelphia. Even gluren bij de buren. Hallo, de kaartje van de heuvel. Hallo. Ja, Monique Heidekes. Wie is hier thuis? Monique Heidekes. Hallo Monique. Hallo. Wij vroegen ons af, hoe kom jij de dag door? Onder andere kweken, kaarten maken, muziek. Kweken? Wat kweek je dan? Ik kweek struiken. Of jullie begonnen eigenlijk met de groenten. Dan moet ik eerst nog wegwerken en daarna, als het afgelopen is, dan ga ik verder met vaste planten en bloeiende struiken kweken. Onder andere de passiebloem. Wauw, en waar doe je dat dan? Daar is mijn kast. Oh, gewoon hier in de tuin? Ja. En zo kom je je dag een beetje door? En heb je nou ook werk of doe je werk aan huis? Ik doe nou dus eigenlijk ook werk aan huis, maar het liefst ben ik bij Eelco, als ik eerlijk mag zijn. En waar ben je het liefst? Bij Eelco. En wat is dat dan? Bij de kringloop en eventueel bij hem bij de zaak. Ja. Is in contact. Werk je bij de kringloop? Ja. Hé, wat leuk bij de kringloop. En is het hier in Brummen? Er is hier in Brummen. Eerder zaten we in het industriegebied, nu waar de ouders aan de kamp weg serveerden. Oh, wat leuk. En wat is zo leuk aan werken bij de kringloop? Nou, onder andere prijzen. Nou, als ik op prijzen ben, het gaat vrij snel. Als er dan niets meer in de kast staat of zo, dan ben ik in staat om eventueel anders spullen uit te zoeken. Want ik kom ook vaak genoeg tegen. Spullen die nog gebruikt kunnen worden en eventueel voor mensen die weinig inkomen hebben. En maar dit is dan waarschijnlijk niet geschikt voor de verkopen, voor de kringloop. Dus ze maken ze zo weg. Zoals hier ligt in de kast een oude wasstel. Die lag in de container op het industriegebied. En die heb ik toen meegenomen. Wat waar is voor nodig als het nog... Als het nog goed is, als ze dan niets aan markeert, om het dan weg te gooien. Ja. En dat noem ik ook geen recyclen, als ik eerlijk mag zijn. Maar wat verkopen jullie allemaal dan bij de kringloop? Ja, allemaal oude spullen, servies, gereedschap. Het ligt me net aan waar de mensen mee aankomen. Heb je wel eens iets heel geks binnen gehad? Dat je dacht, nou wat gek dat mensen dit brengen. Nou, vaak genoeg. Wat is het allergekste? Even. Krijg je wel eens vieze kleren binnen? Onder andere. Ja? En hoe vies zijn die kleren dan? Nou, als ze vies zijn, dan ben ik nog in staat om ze eerst te wassen. En wat gelukt is of zo, dat kan dan weer verkocht worden. En ik heb ook wel eens kleren of theedoeken gehad. Want als waar de vlek absoluut niet meer uitging, nou die geef ik dan een collega, die kan zelfs verfdoeken gebruiken. Leuk. En hey, wat vind je het leukste om te verkopen bij de kringloop? Ik heb ook wel eens kussens gehaakt. Twee zijn er geloof ik in het begin, toen ik pas er kwam, zijn ze verkocht. Leuk. En wat voor mensen komen er bij de kringloop? Vooral nu bij de kampweg zitten, komen daar heel op omstreken. Er komen er nou veel meer dan toen we in het industriegebied zaten. Ja? Allemaal leuke mensen uit Brummen. Ja. En maak je dan ook een praatje met die mensen? Wel ja. Ja. Ja, nu even niet. Maar als je aan het werk bent bij de kringloop, dan maak je een heel leuk praatje. Ja. En zijn er ook mensen die heel vaak terugkomen? Vaak genoeg, ja. Ja. En heb jij nog hobby's? Ja, kaarten maken zoals ik al zei. Maak je zelf kaarten? Ja. En wat doe je dan met die kaarten? Nou, ik heb onder andere, vooral nu in deze periode, heb ik bij Tolzicht een doos met kaarten afgeleverd. Ik ben ook nog bezig voor Klein Engelenburg en de Beekwal. De mannenkaarten voor die twee locaties heb ik af.
Maar met de vrouwenkaarten moet ik bezig. Wat zijn vrouwenkaarten dan? Heb je verschillende soorten? Ja, terwijl bloemen onder andere. Maar dieren is servies, pas wel bij ieder rustgeslacht. En ik heb ook ja, die mannenkaarten, overhemden, voertuigen. Wat leuk. En stuur je ook wel eens kaarten naar mensen op? Dat heb ik ook wel eens gedaan. Ik heb hiernaast heb ik ook een kaartje in de brievenbus gegooid. Wat leuk, daar zijn ze vast blij mee. Ja. Ja, wat mooi. Hey, en heb je nog een vrolijke boodschap? Ja, niet iedereen is creatief natuurlijk. Ik weet niet of er mensen zijn die eventueel kunnen woord zoeken om daar een paar pudels op te noemen. Cryptogrammen. Mijn moeder kon vroeger cryptogrammen. Of die. Kolenkrakers. Heb je ook nog? Ja. Dat soort puzzels, anagrammen. Oh ja, maar dat is heel moeilijk allemaal. Nou, dus anagrammen, die hoeft niet echt moeilijk te zijn. Bijvoorbeeld, neem de naam Arnold. Daar kun je nog twee namen eigenlijk van maken. Als je letters door elkaar hebt. Echt? Hoe dan? Roland, Ronald. Zo, wat ben je slim? Ik vind het best moeilijk. Ja, nee, voor de tuiniers of zo, ja, die zouden ook kunnen kweken. Jeroen en Miranda zijn ook in de tuin bezig geweest. En ik, degene die zoals bij de buren heb ik van de snoeizen van de wasbroer gekregen, die ben ik dan aan het kweken. Leuk. Nou mooi. Nou Monique, bedankt dat we hier even langs mochten komen. Ja. Tot ziens. Tot ziens. Doei.